Een hele goede morgen bij de tweede uitzending van de Dutch Media Week. Mijn naam is Vincent Everts, ik ben trendwatcher. En ik heb hier twee hartstikke interessante gasten. Aan de linkerkant heb ik Maurice de Hond, die u allemaal wel bekend. De bekendste criticaster van Nederland op het coronabeleid. En aan de andere kant heb ik Pieter Klok van de Volkskrant, de hoofdredacteur, die net 2 minuten geleden de redactievergadering is uitgelopen en die ons zometeen met Zoom gaat komen. We gaan het hebben over corona en de media. En dan wou ik eerst even beginnen over hoe ik daar zelf in betrokken ben. Op het moment dat wij in maart de lockdown over ons heen kwamen, was ik al eindeloos bezig. Ik was net in China geweest met 30 doktoren in november. En ik had veel contact met mensen in China die me vertelden wat er allemaal aan de hand is. Allemaal onderzoeken wat ik kreeg. En ik kreeg ook nog wel iets leuks. 90% van mijn inkomen was weg, want alle seminars die gingen gewoon dicht. Ik ben toen lekker met online begonnen. Ik heb met Charles Groenhuizen een talkshow. Ik interview Maurice heel regelmatig. En wij probeerden eigenlijk op zoek te gaan naar de feiten. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En dat hebben we hartstikke goed gedaan. En we kregen online uitzendingen van 2000 tot 80.000 mensen. Hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment merkte ik dat de criticasters, dus de Maurice de Hond, de Willem Engels en andere zaken, die werden wat uitgesprokener. En toen kreeg ik problemen dat ik op een gegeven moment werd aangesproken door hele aardige, vriendelijke mensen. Waarom heb je nou Maurice de Hond in de uitzending? Hij is toch geen viroloog? Hij heeft er toch helemaal geen verstand van? En toen ik met Willem Engel aankwam, toen werd ik eigenlijk gewoon bedreigd dat ik gewoon een bedreiging was voor de staatsveiligheid. Nou, ik keek ook regelmatig naar Café Weltschmerz en ik zag daar ook de kritiek in. Dus toen ben ik eigenlijk benieuwd geraakt van waarom is dit zo? Waarom kunnen we niet gewoon over iets superbelangrijks als corona eens even gaan praten? En er zijn echt argumenten erover te verzinnen. Dus daar gaan we het de komende 3 kwartier over hebben. Maurice, hartelijk welkom. Hoeveel van jouw tijd heb jij überhaupt aan corona besteed de afgelopen 6 maanden? Ik denk 60-70% van mijn tijd. Ja, als ik hem dus om 5 uur 's ochtends krijg ik al gewoon de eerste WeChatjes van je, van de WhatsAppjes van je. En het ene onderzoek naar het andere onderzoek maar krijg ik over me heen. Ik bereik jou niet als eerste hoor. Nee, en ik ben dan ook nog iemand, ik zit pas om 6 uur, laat ik de hond uit. Wanneer ben jij in dat kamp van... Dat is wel leuk, laat je de hond uit. Ja, dan laat ik de hond uit, ja. Wanneer ben jij in het kamp der criticasters terechtgekomen? Wanneer voelde je dat? Eerst ging jij gewoon onderzoeken en op een gegeven moment werd jij echt een criticus. Nou, ik denk in de 4e week van maart. Toen ik door de informatie... Ik heb ook al vanaf januari volg ik het internationaal. En toen we de lockdown of de intelligente lockdown kregen, toen begreep ik dat best. Mm-hmm. Maar ik krijg steeds meer informatie en onderzoeken die ik uit het buitenland zag. Waarvan ik dacht, ja, wat er hier in Nederland gezegd wordt over het virus en de ontwikkeling. Mm-hmm. Ja, dat is niet in lijn met wat er inmiddels internationaal en met name in Japan en China en zo, al bekend is. Ja, even voor de kijkers thuis. Jij ziet jezelf niet als viroloog. Hè? Daar blijf je ook echt ver van als het gaat over de ziekte zelf en wat het aanricht. Waardoor, via welke invalshoek kwam jij er eigenlijk in? Ik ben sociaal geograaf. Ik heb college gegeven, statistiek en onderzoek, zal het maar even zeggen. Ja, je hebt je opleiding wel afgemaakt, hè? Afgemaakt. Ik niet, maar jij wel. Ik was wetenschappelijk medewerker. Ja. En ik ben eigenlijk hier ingetrokken door de geografische patronen van de verspreiding van het virus. En daar heb ik me steeds verder in verdiept. Hoe verspreidt dat virus zich nou? Ja. Zowel geografisch en als je inmiddels de geografische patronen kent, hoe kan dat verspreiding dan gebeuren tussen mensen? En dat is het gebied waar ik me heel erg op gericht heb en waar ik steeds meer heb gezien. Dat de officiële lijn van WHO en RIVM niet aansluit bij de patronen en de verspreidingspatronen die je ziet. Ja, en dat begon eigenlijk al duidelijk te worden in de eerste weken van maart. Toen had je zo'n mooie band van waar alle besmettingen plaatsvonden. Dat zat heel erg in klimaat en dat had me gemaakt met vochtigheid. En dat was eigenlijk het begin. Hoe heeft dat zich langzamerhand ontwikkeld, dat denken, heel in 2 minuten? Nou ja, je ziet die patronen. Eind maart die patronen van die ruimtelijke banden. En dan ga je kijken van hoe kan dat dan? Nou, dan ga je verder verdiepen. Dan blijkt het met luchtvochtigheid te maken. Dan ga je via Google naar studies kijken. Die luchtvochtigheid, die lees ik dan. Mm-hmm. Over griep, want griep vertoont dezelfde patronen. En dan kom je terecht bij natuurkundigen die zeggen waarom dat zo is. Wat er met druppels gebeurt. En uiteindelijk, ergens rondom 1 april, kreeg ik dan
informatie van de Japanse professor, voorzitter van de Vereniging van Infectieziekten. Ja. Die liet zien over aerosolen. En toen was voor mij eigenlijk het hoofdverhaal rond. Dat filmpje dat eigenlijk gewoon die, als een soort rook, dat het zo door de ruimte heen ging en dat dat heel lang bleef hangen en dat dat overal zich... Ja, die kreeg toen kwam trouwens... eigenlijk aerosolen, het begon in april. Hè? Dus ja, in die kreeg ik doorgestuurd van iemand van het RIVM, dat aerosolenfilm. Ja, en het RIVM kent ook gewoon al heel lang aerosolen. En Jaap van Dissel was een super enthousiasteling over aerosolen wanneer het over griep ging. Ja. Daar had hij ook al gewoon artikelen over. Dus het is niet dat alle kennis niet bekend is. Maar goed, jij kwam dus langzamerhand steeds meer kwam jij in die kritiek te staan. Ik wil nog even thuis zeggen, wij zijn heel erg geïnteresseerd in vragen. Je kunt gewoon op Dutch Media Week je vraag stellen en die krijg ik dan hier. En dan, die zal ik dan ook gewoon meteen gaan behandelen. Ja, waarom praat je met Maurice de Hond? Hij is toch geen expert? Dat hebben we net eigenlijk gewoon, gedaan. Oké, wanneer merkte jij, want jij bent, hè, iedereen kent jou van de politieke enquêtes en van, je hebt ook over de, met David de Moordzaak, over onderwijs, je bent vaak op tv. Wanneer merkte je dat je moeilijkheden had om met dat verhaal bij die media terecht te komen? En wat heb je allemaal gedaan om bij die mainstream media terecht te komen? Nou, wat er gebeurde was niet zozeer dat ik dacht, god, het is een ander verspreidingspatroon. Maar wat je vooral zag, ook internationaal, dat er ook een goede verklaring was voor die grote uitbraken in zorginstellingen. En een van de dingen, en dat was rond 1 april, waarvan ik echt van overtuigd was, was, ja, die zorginstellingen, dat gebeurt via aerosolen, ventilatiesystemen met hoge luchtvochtigheid, kan je ouderen beschermen en goede ventilatie. En dat heb ik gestuurd naar politici, dat heb ik gestuurd naar journalisten, in de hoop dat dat geagendeerd werd. Niet omdat ik dacht, nou, goed voor mijn ego, maar ik dacht, dan kunnen we heel wat onnodige overlijdensgevallen tegengaan. Ja. En wat er toen gebeurde, ja, dat is misschien ook de kern van waar we nu over praten. Daar was totaal geen ruimte voor bij de media. Uiteindelijk ben ik... Ik heb heel veel geprobeerd dus bij de Volkskrant. Wie heb je allemaal deze informatie gestuurd? Ik wil ook nog even zeggen, als Pieter er ook is, meteen erbij schakelen, want we zijn hier met z'n drieën. Dus ik hoef niet te wachten tot we klaar zijn met Pieter. Dus kom er meteen bij. Ja, dus waar heb je die, wat heb je als eerste zeg maar, naar al die media verspreid? Nou, ik had altijd veel goede contacten met de Volkskrant. Dus ik heb het eerste dit ook naar de Volkskrant gestuurd. En daarna heb ik het. Ik heb een verzendlijst naar alle influentials in de politiek en in de media. Heb ik gezegd, let op, ventilatie, ventilatie. En dan krijg je van sommige mensen, ja, best interessant. Maar vervolgens is de reactie, ja, we hebben het geraadpleegd bij de deskundigen, RIVM of aanpalende deskundigen. Ja. En die zeggen, nee hoor, het gaat via druppels en luchtvochtigheid heeft er helemaal niks mee te maken. Je maakt je echt zorgen over wat er in die verzorgingstehuizen gebeurde, ja, in maart al. Ja, eind maart. En uiteindelijk, ik was één keer bij Harry Mens over luchtvochtigheid. Dat was een soort afspraak, dat was zelfs eind maart. En uiteindelijk was ik op 19 april bij Op1 met Ab Oosterhuis naast me. Ja. Die was een beetje een leuk gesprek. Ja, en ja, die zat bij de meeste dingen ja te knikken. Ja. En ik had het over superspread events, ik had het over aerosolen, ventilatie en mijn zorg weer uitgesproken over zorginstellingen. Dus ik had ook een beetje gevoel, nou ja, als Ab zit te knikken, dan is dat toch wel een soort brevet van ik ben niet helemaal gek. Nou, wat je toen zag, Volkskrant, tv-redacties, AD, Angela de Jong. Nou, alsof ik gek was dat ik mij durfde me iets aan te matigen. Terwijl ik het alleen over de verspreiding van het virus had. Helemaal niet over... Ik heb heel veel respect voor de mensen in de zorg. Heel veel respect voor mensen. Mensen werken keihard. Ja. Alleen over de verspreiding zijn ze vanaf dag 1 vanuit de verkeerde veronderstelling uitgegaan. Ja. En daardoor kan je het ook niet goed bestrijden. Het is ook helemaal niet, tenminste, ik heb jou leren kennen. Het is helemaal niet dat jij je niet zorgen maakt over corona. Je hebt een jonge dochter, je bent we zijn samen oud. Jij bent ook een risico. En je zegt ook, maar je vindt ook niet erg om een mondkapje. Je hebt ook heel veel over mondkapjes geschreven en daar allerlei landen wel effect mee hebben gehad. Maar jij zei, het zijn gewoon de verkeerde maatregelen. Ja, de verkeerde maatregelen. En, dat is een tweede component. Ik denk dat gezien de echte ernst van deze ziekte, we maatregelen hebben genomen, zowel economisch en sociaal, die veel ernstige gevolgen hebben dan deze ziekte op zichzelf heeft. Ik wil hem niet bagatelliseren en iedere slachtoffer is eentje te veel. Mm-hmm. Maar ja, er gaan ook 600 mensen in het verkeer dood. En als we vanaf nu 30 km per uur gaan rijden, dan gaan er minder mensen dood. Doen we niet,
omdat we het toch belangrijk vinden om die 100 kilometer per uur te lopen. Oh ja, dus dat was eigenlijk de economische gevolgen. Die, eerst ja, had je dus zorgen over dat het verzorgingstehuis, en daarna was het economische gevolgen van de lockdown, dat dat aan alle kanten werkelijk in knellen. Ja, ik bedoel, we hebben een soort harikiri gepleegd. Ten aanzien op onze samenleving, economisch, sociaal. Ik bedoel, je ain't seen nothing yet, wat we nog allemaal eigenlijk hebben aangericht. En dat hebben we aangericht uit een begrijpelijke reactie. Maar als je uiteindelijk alles moet afwegen, dan denk ik dat je als samenleving gewoon moet accepteren, ja, er is een ziekte bij en die moeten we de zwakkeren zoveel mogelijk beschermen, maar niet door een half zelfmoord te plegen. Ja. Dus dat was jouw motivatie om er gewoon aan te werken. Maar je was eigenlijk vooral gewoon, die maatregelen zijn verkeerd. Die maatregelen die we nu nemen om ons te beschermen, ook in die tweede golf die we op dit ogenblik hebben, daar doen we niet de juiste dingen in. Oké, jij was dus op één. Dus ja, ik dacht, jij bent doorgebroken, je bent salonveeig. Maar daarna werd het weer een hele tijd stil. Wat merkte je? Nou ja, het proces ging door. Want bedoel, als je, laat ik zeggen, in de meeste media werd er gereageerd zoals ook jouw vrienden om je heen. Hoe kan die man daar verstand hebben over dat? Maar ik denk dat dat ook mede komt, en dat is ook begrijpelijk. Ik denk dat we half mei, half maart, collectief een soort massahysterie-achtige situatie, die begrijpelijk is. Bergamo, de dreiging is overal. Ja. En dan krijg je deskundigen die over elkaar buitelen om het gevaar. Tot en met, als je muntjes aanraakt, kan je besmet raken, enzovoort. Dus we kwamen in een soort trance. En in die trance, en die zijn heel veel mensen heel lang gebleven. Nou, in de zomer is dat wat minder geworden. Ja, nou, laten we even praten, want ik heb Pieter, geloof ik, nu aan de lijn. Pieter, hallo! Ja, is gelukt. Wat leuk dat je er bent. Ja, duurde even, sorry. Nee, ja, je zat in de redactievergadering, de krant moet ook uitkomen. Ja. Ik snap het helemaal. Fijn dat jij hier bent. Want ik wilde even zeggen, gisteravond heb ik gehoord dat RTL Nieuws niet mee kon doen. Corona-gevallen, problemen en dat soort dingen. Hetzelfde met Op 1, de hoofdredactie is ook hartstikke druk. Jij zei meteen, geen enkel probleem. En jij bent heel bijzonder, want toen ik jou voor het eerst heb gezien, je bent nog, ik geloof dat je 7 maanden lang hoofdredacteur bent van de Volkskrant. Maar de eerste keer toen ik jou zag, was in een Zoom-call met viruswaanzin. Er zaten er 100 Zoomers en jij zat gewoon al die vragen van die mensen te beantwoorden. Hoe kwam je daar terecht? Ja, op een gegeven moment in juni kwamen ze hier demonstreren met een man of 50, denk ik, tijdens het luchtalarm. Dus toen ben ik naar buiten gelopen, toen ben ik met ze in gesprek geraakt. Ik vond het wel interessant om te horen waar nu precies hun bezwaren zaten. En toen de aanhanger van die club, Willem Engels zelf, was er niet. Dat was Mordechai. Jeroen was er. Die was er wel, ja. Die vroeg mij vlak daarna of ik zin had om met hen in gesprek te gaan in een Zoom-sessie. En toen dacht ik, dat vind ik wel interessant. Laat ik het eens proberen, kijken of je toch nog ergens over eens kunt worden. Dus daarom eigenlijk. Ja, wat vond je van dat gesprek toen eigenlijk en de vragen die je kreeg? Nou ja, ik vond eigenlijk wel, er zaten ook wel wat raardere vragen tussen, maar gemiddeld genomen vond ik het wel een goed gesprek. Ja, wat gewoon blijkt is dat zij vinden dat het aantal doden niet dusdanig zorgwekkend is, dat deze maatregelen gerechtvaardigd zijn. Zij vinden eigenlijk de sterftepercentage zoals die nu zijn, die vinden zij niet zorgelijk. Dat kun je vinden. Ik denk dat de meerderheid van Nederland dat niet vindt. Die vinden denk ik wel dat we samen... Ja, ze hadden het over dat de sterftecijfers waren ongeveer gelijk. Waren iets meer dan de griep, maar niet echt dramatisch veel. Het was geen sterfte. Nee, zij vonden 2 of 3 keer zoveel niet dramatisch veel. Maar ja, daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Of dat toch niet best veel is. Ja. Maar ik vond het wel leuk. Jij beschreef in dat hele leuke, dat kan ik iedereen aanraden, Pieter Klok en dan zeg maar Volkskrant en Viruswaanzin, kun je dat, staat dat op YouTube. Maar toen zei je ook, binnen onze redactie waren er ook 2 kampen eigenlijk. Je hebt de mensen die zeggen van nou, we zijn best wel kritisch. En jij behoorde tot dat kamp over de lockdownmaatregelen. Daar was jij best wel kritisch op. En aan de andere kant waren er zeggen van nee, we moeten ons echt aansluiten. En we moeten ons heel voorzichtig zijn. En die lockdown is helemaal geen probleem. Hoe zit dat binnen die redactie? Heeft zich ontwikkeld? We hadden team IC en team Café werd dat genoemd. IC maakt zich vooral zorgen over die overvolle IC's en het aantal doden. Het andere deel van de redactie maakt zich vooral zorgen over de ontwrichtende werking van die lockdown.
Ontwrichtend voor de economie, ontwrichtend voor de samenleving. Dus ja, je kunt je over beide natuurlijk heel erg zorgen maken. En bij mij wisselt het zelf met de dag. Er zijn dagen dat ik denk van jeetje, het loopt nu toch wel snel uit de hand. Moeten we niet harder ingrijpen. Maar er zijn ook dagen dat ik denk jeetje, wat zijn we onze economie en samenleving aan het ontwrichten. Dus ik word zelf heen en weer geslingerd eigenlijk vrijwel dagelijks. Maar dit is nog steeds het debat wat elke dag wordt gevoerd. Op onze redactie ook. Ja. Heb jij nog even voor iedereen die met viruswaanzin en viruswaarheid heet het nu. Daar maken ze zich heel erg druk over dat er allemaal invloed is vanuit Brussel. Café Welsmet staat ook goed in. Dat jij allemaal allerlei invloeden hebt die eigenlijk gewoon een beetje jou dwingen een bepaalde kant uit. Kun je nog even zeggen over de redactionele onafhankelijkheid in Nederland in jouw beleving? Ja, nou ja, er is niemand die zich met ons bemoeit. Dus ik hoef ook aan niemand verantwoording af te leggen over de redactionele koers. Dus nee, wij zijn totaal onafhankelijk. Nee. En, dus het is een redactioneel proces. Ja, ik kan het niet mooier maken dan het is. Dat is het. En we maken ongetwijfeld wel eens de verkeerde afwegingen. Maar daar zit nooit een groot plan achter. Laat staan een Bill Gates of een Brusselse macht. Kun je eens beschrijven van Maurice de Hond kwam op een gegeven moment met allerlei kritische of eigenlijk aanvullende informatie en ook conclusies. Ja. Hoe is Maurice bij jullie in de Volkskrant binnengekomen? En wat denken ze over hem binnen die twee kampen? Nou ja, bij de Volkskrant, er is niet één opinie over Maurice de Hond. Dus er zijn mensen op de redactie die zijn inzicht heel interessant vinden. En daar, we hebben daar ook wel over geschreven, hè, dat op een gegeven moment bij het ziekenhuis, of dat verzorgingshuis in Maassluis waarschijnlijk ventilatie een grote rol had gespeeld. Je ziet de inzicht op dat terrein ook gewoon opschuiven. Ik denk onlangs heeft de EVM natuurlijk ook duidelijk benadrukt dat ventilatie belangrijk is. Dus ik denk wel dat langzaam zijn inzichten wel Maurice denkt natuurlijk dat dit de allerbelangrijkste remedie is tegen het virus. Nou, daar zijn de deskundigen het nog niet over eens. Dus ja, dat weet ik gewoon niet wie uiteindelijk gelijk heeft. Dat moeten we zien. En met onze wetenschapsredacteur, die vond het lastig in het begin. Omdat Maurice is met alle respect, en ik heb zelf met hem gesproken, en ik vind het eigenlijk allemaal best wel interessant wat hij te berde brengt. De wetenschapsredacteur kijkt ook altijd, is het wetenschappelijk helemaal onderbouwd? Heeft het in een tijdschrift gestaan? Is het aan een peer review onderworpen? De RIVM-methode. Hoe is dat bij jou, Maurice, gegaan in dat contact met die Volkskrant? Want jij bent een fan van de Volkskrant. Je zegt altijd, ik lees hem met plezier en ik ben er ook enthousiast over. En dus, hoe ging dat contact met deze specifieke krant? Nou ja, inderdaad. Ik heb altijd hele goede contact met de Volkskrant gehad. En toen ik eenmaal, laat ik zeggen, op die ventilatiesituatie en die zorginstellingen zat, heb ik als eerste dat in de richting van de Volkskrant gecommuniceerd met stukken. En wat er toen gebeurde, en dat beschrijft Pieter ook goed. Ja, dan gaat de wetenschapsredactie, ja, die zit niet de wetenschap, maar die gaat naar deskundigen bij het RIVM of eromheen. Als die zeggen, nee, het is niet zo, dan gebeurt het dus niet. Dus er wordt gepretendeerd als wetenschap maar tot één conclusie kan komen. Nou, als je wereldwijd naar de dingen kijkt, over bijna ieder onderwerp is dit beweerd en dat beweerd met wetenschap en met peer-reviewed. Mm-hmm. En wat ik merkte was, bij wat ik ook probeerde in de richting van de Volkskrant, werd er steeds afgewimpeld van, want we hebben gevraagd, aan Van Dissel of deskundigen daaromheen. En als die daar niet mee eens zijn. Dus in plaats van, dat had ik gehoopt, dat een Volkskrant ook geluiden die anders waren dan de lijn van het RIVM liet horen. En als ze de RIVM spreken, dat er ook kritische vragen werden gesteld. Ja, zitten ze gewoon één op één de lijn van het RIVM te volgen. Ja. En daar kwam ik gewoon niet tussen. En Pieter, heb jij daar dan, hoe zit jij als hoofdredacteur? Want jij hebt natuurlijk al die verschillende gebieden die jij dan moet coveren, waar al die journalisten mee bezig zijn. Wat heb jij daar nou voor invloed in als hoofdredacteur? Is daar een beleid op gemaakt van, joh, Maurice de Hond, die accepteren we wel of niet? Nee. Eén ding, in een crisis moet je geen beleid hebben. Dan moet je elke dag opnieuw naar de feiten kijken en je ook laten verrassen. Dus we hebben geen beleid. We volgen ook niet het EVM. Wat we wel doen is in al onze stukken, wij vinden het moeilijk om de hele tijd een losse mening te presenteren. Dus die vindt dit en die vindt dat.
we proberen wel de verschillende meningen met elkaar in contact te brengen en daar een soort synthese tussen te maken. Dus gewoon eigenlijk zelf te concluderen, nou, op basis van wat iedereen zegt, hier zijn ze het over eens, hier zijn ze het niet over eens. Maar het gevaar is als je elke keer weer iemand in de krant hebt die zijn mening geeft, dat de lezer op een gegeven moment denkt, ja, hoe moet ik deze mening nu weer plaatsen en hoe serieus moet ik die mening nemen? Dus we proberen als krant wel een soort uit te middelen. Maar die mening gaat om bijvoorbeeld, de zaak. Die mening bijvoorbeeld van Ab Osterhuis, hè, van, ja. Dat zei je ook in dat je bent op een gegeven moment bekend geworden dat in een gesprek met Ab Osterhuis die strengere maatregelen bepleitte. En toen zei jij ook een beetje van, ja, wij moeten eigenlijk als maatschappij in de crisistijd, moeten we toch eigenlijk wel een beetje achter de overheid aangaan. Jouw uitspraak of hoe was die uitspraak? Wat bedoelde je daarmee? Nou, we moeten even terug naar die tijd die eigenlijk Maurice net ook schetste. Het was een tijd van grote paniek. Het was denk ik medio eind maart. Iedereen was in paniek van wat gebeurt ons nu, wat moeten we doen. Niemand wist het, totale onzekerheid. En ik heb gezegd, in een periode van zo'n grote onzekerheid, ja, dan moet je niet de ene na de andere deskundige op tv laten roepen van we moeten een totale lockdown. Hè? We mogen straks, want dat dreigde toen, en daar was Ab Osterhuis voor. Die pleitte eigenlijk min of meer voor het Frans model, hè? Een soort noodtoestand. En toen dacht ik, ja, maar jongens, kom op, rustig aan. En toen heb ik het enige wat ik heb gezegd, hè, als de paniek zo groot is en de zenuwen zo gespannen zijn, ja, let daar op. En ik heb ook gezegd, ja, we hebben volgens mij geen andere keuze. Ook al weten we niet of ze het goede doen, het EVM. Maar we hebben nu toch geen andere keuze dan maar even op hun adviezen te varen. Even toen, hè. Medio eind maart. En het vervelende is als je dat zeg je op de radio. En vervolgens wordt dat totaal uit de context gehaald. En het kwam eigenlijk pas drie maanden later. Kwam het ineens in de publiciteit. Maar toen was het een heel andere tijd. Dus En die uitspraken die golden echt alleen voor dat moment van grote paniek. Ja, en dat betekent ook niet dat media niet. Ik vond dat media niet moesten bijdragen aan de verdere vergroting van de paniek toen, op dat moment. Ja, en ik vond Ab Osterhuis vond ik op dat moment wel bijdragen aan de vergroting van de paniek. Het was een beetje wat Maurice ook net zei. Het was alsof je het virus ineens overal kon krijgen, zelfs tijdens je avondwandeling. Dus laten we maar alles dichtgooien. Ja, dat had ik grote moeite mee. En daar kwam dus dit klinkt best wel genuanceerd en kritisch. Hoe heb je dat ervaren dan eigenlijk? Want ja, jij had dus hele goede mensen die je heel goed kende bij de Volkskrant. Daar heb je ook goed mee samengewerkt. Maar toch ben je echt in die periode maart, juni, ben je een tijd lang behoorlijk uit die media geweest. Niet alleen de Volkskrant, maar ook meerdere kranten. Ik moet eerlijk zeggen, nogmaals, ik heb een goed contact met Pieter. We hebben een keer gesprek in augustus gehad. Maar ik zou hem toch nog eens aanraden zijn eigen krant terug te lezen ten aanzien van de wijze waarop in ieder geval mijn standpunten ergens zijn terechtgekomen. Want naast de columns waar doorgaans ik lichtelijk werd afgemaakt, is eigenlijk nooit in de Volkskrant geschreven wat mijn opvattingen zijn en op wat die gebaseerd zijn. Ik bedoel, ze slagen er perfect in om wat dan ook ik gedaan heb op dat punt te negeren. Afgelopen zaterdag was er een heel interessant artikel over hoe uiteindelijk ventilatie op het radar is gekomen van onze bestuurders. En ik heb de redacteur gecomplimenteerd met zijn slalomkunsten, want mijn naam stond er niet tussen. En als je gewoon kijkt wat er maatschappelijk is gebeurd rondom ventilatie en zo, ja, daar heb ik een belangrijke rol bij gespeeld. Ja, klinkt een beetje arrogant, maar dat is zo. Ja. Ik met name kwalijk neem. Kijk, elke keer als Van Dissel wordt geïnterviewd. Kijk, als je Gustav Bessems in de Volkskrant leest, die is behoorlijk kritisch enzovoort. Maar elke keer als de wetenschapsredactie Van Dissel interviewt of Marion Koopmans. Ja, ik heb het gezegd en ik meen het ook zo. Het is alsof Erika Terpstra bij de Dalai Lama is. Geen enkele kritische vraag. En dat zeg ik. En ik denk echt dat als je het optreden van Dissel vanaf het begin tot en met vandaag bekijkt, dat er op inhoudelijke gronden kritische vragen kunnen gesteld worden, met name door hem te confronteren met studies uit het buitenland. Maar dat gebeurt gewoon niet. Ja, ik wou zeggen, die ventilatie van jou, dat is niet jouw eigen mening. Jij citeert gewoon alleen maar allerlei wetenschappelijke onderzoeken uit het buitenland. Pieter, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat je niet kritisch bent tegen de autoriteiten, hè, de abs van deze wereld en andere, maar dat je eigenlijk daar meer een Erika Terpstra rol speelt.
Ja, nou ja, dat werp ik ver van me natuurlijk. Nee, ja, god, kijk, volgens mij stellen we wel degelijk kritische vragen ook aan Van Dissel en aan Koopmans. Alleen, kijk, we proberen wel een soort consensus te zoeken. Er zijn zoveel wetenschappelijke inzichten op dit terrein. En je probeert daar het soort, ja, te schiften. Wat is waar, wat is niet waar, wat weten we nou precies? Ja, dan kom je misschien, als je dat doet, automatisch wat meer in het midden uit. En misschien revolutionaire inzichten zoals die van Maurice. Hè, die zegt, nee jongens, het is echt bijna alleen ventilatie. En als we dat op orde krijgen, dan kunnen we het virus de wereld uitkrijgen. Ja, die krijgen dan automatisch, denk ik, ja, naar het gevoel van Maurice, wat te weinig gewicht. Dus nee, we zijn wel kritisch. Maar ik denk, ja, als je probeert een synthese te creëren, kom je automatisch wat meer in het midden uit. Van dit weten we zeker en dit zeggen de meeste wetenschappers. En dat er ook revolutionaire wetenschappers zijn die iets heel anders beweren. Dat is mogelijk interessant. Maar ja, zolang het niet de consensus is, kunnen we dat moeilijk overnemen. Je zegt, zolang het niet de consensus is, kunnen we dat moeilijk overnemen. Dat klinkt wel heel erg inderdaad dat je jezelf limiteert. Is dat een kern, zeg maar, wat jij merkt? Ja, maar het is de consensus waar hij het over heeft en de wetenschapsredactie heeft, is de consensus binnen de Nederlandse wetenschappers om het RIVM heen. Ja. Ik heb echt heel intensieve contacten momenteel in Duitsland. Als je ziet wat er in Duitsland is gebeurd op basis van de aerosolen. Want ik zeg niet dat ventilatie de enige oplossing is. Ik zeg alleen dat je besmet wordt en intensief besmet kan worden. Vooral via aerosolen, omdat die in je longen indringen. Nou, ik heb contacten met adviseurs van Merkel. Daar is al een hele tijd de overtuiging dat aerosolen veruit de belangrijkste manier zijn. Ja. Er zijn allerlei belangrijke onderzoeken uit Duitsland, uit Heinsberg enzovoort, die gewoon niet gepubliceerd zijn, niet overgenomen zijn in de Volkskrant. Dus de consensus... Maar niet alleen in de Volkskrant, ook NRC, nee, alle AD, allemaal... Ja, NRC, in de meeste media, of eigenlijk in bijna alle media in Nederland, zijn we alleen bezig met de consensus van het en die RIVM. Heel erg vanuit het RIVM bepaald wordt, met als laatste punt. Ik word met regelmaat benaderd door, ook uit de medische sector, echt best grote namen, die tegen mij zeggen, de lijn die jij hebt, dat is de goede lijn, ga ermee door. En dan zeg ik, ja, waarom moet ik het doen? Waarom ga jij er niet mee naar buiten? Die mensen komen er gewoon niet mee naar buiten, omdat die consensus waar Pieter het over heeft, die ik ook in het NRC's en ook in Trouw is, in alle media, blijkbaar niet door deze deskundigen doorbroken kan worden, terwijl er buiten ons, in het buitenland, ja, en al veel meer ontwikkelingen zijn. Wordt niet naar gekeken. En Pieter, hoe komt dat als je kijkt nu naar Duitsland? Daar is niks meer, dat was volkomen geel, super weinig besmettingen. En aerosolen zijn inderdaad al heel lang daar bekend. En ook de RIVM van Duitsland en de Jaap van Dissel van Duitsland zitten daar heel erg op. Waarom kijken we zo erg, zitten in onze eigen bubbel, in onze eigen consensus? Nou, we hebben ook een groot stuk gehad vanuit China. En daar was een beetje dezelfde klacht te horen. Van het Westen luistert veel te weinig naar China. Dus we proberen dat soort verhalen wel te brengen. Ja, Duitsland vind ik lastig. Want we hadden laatst een stuk over wat bepaalt nu het succes van Duitsland. En daar speelt ventilatie, althans in dat stuk, geen enorme rol. Kijk, dat ventilatie en aerosolen een rol spelen, daar is iedereen het over eens. Het gaat er gewoon, hoe groot is die rol? Ja, en Maurice denkt dat die alles bepalend is. Ja, volgens mij is dat gewoon nog niet... Weet je wat grappig is? Aangetoond. Mag ik even onderbreken? Ja. Weet je wat, Pieter? Maurice. Dat is het artikel van afgelopen zaterdag. Hè? Weet je wat grappiger was? Kijk maar naar mij, want hij... Ja. Ja. Weet je wat grappiger was, Pieter? Dat elke deskundige die opgevoerd werd over Duitsland... was een Nederlandse deskundige, weliswaar ook met Duitse... die over Duitsland sprak. Praat met Duitse deskundigen over Duitsland. Praat met professor Streek. Die praat met professor Drosten. Nee, je praat met Duitse deskundige Nederlanders. En Vos zit ook te zeggen, ja, Duitsland niet. Merkel heeft aerosolen als het belangrijkste aangemerkt. Achter de schermen in Duitsland, en ik heb echt met mensen gesproken, heel dicht bij het RKI, wordt onderkend dat veruit de belangrijkste manier van verspreiding aerosolen is. Maar aerosolen kunnen ook heel op korte afstand zich verspreiden. Maar dat is het punt. Je gaat over Duitsland praten en gaat naar de Nederlandse deskundigen om ze over Duitsland te laten praten. Ja, nee, dus dat is een baat. Weet je, we zitten in onze eigen zeg maar consensusbubbel, Pieter. En dat is ook veel makkelijker. Ja, maar dus die kun je ook, ik trek me dit wel aan hoor. Kijk, dit is gewoon een goed idee. Dus ook nog met Duitse wetenschappers praten over het Duitse succes.
En dan stuiten we er vanzelf op. Dus dat vind ik wel een goede suggestie. Ik heb wel een beetje de wet van... Ik heb van... dit effect niet gerealiseerd. Kijk, die Kasper Friedrich bijvoorbeeld in Groningen... Dat was iemand die juist zich ontrok aan de consensus in het begin. Hè? Dus het is zeker niet zo dat die drie Duitse hoogleraren ook onderdelen waren van de consensus. Want die Friedrich geloofde heel erg in testen. En die vond ook dat we daarin moesten inzetten. Dus ik weet niet of alle drie nou echt vol het Nederlandse beleid hebben gesteund tot nu toe. Maar ik vind dat een goed idee. Het blijft een mysterie waarom Duitsland zoveel beter scoort. En dat moeten we. En als de aerosolen en ventilatie daar een grotere rol in speelt dan wij denken, dan moeten we dat gewoon opschrijven. Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn. Hey Pieter, jij bent een beetje de kop van Jut, omdat je de enige bent die aan wilde schuiven bij van de media. Ik had er allemaal de mensen al. Dus wat dat betreft, alle waardering voor je. Zeker. Ik vond het wel even aardig om te zien van. Als je Maurice de Hond op jouw website googelt, zeg maar, dus, dan staan er 1000 artikelen waar Maurice in gemeld wordt. 1000, dat is toch best wel veel. Ik heb nog tussen quotes gedaan. Ik denk, zal wel elke hond en Maurice, die zal wel weer... Maar nee, echt over jou. En overal waren het columnisten en artikelen waar Maurice de Hond werd aangehaald. Meestal, bijvoorbeeld, ik heb hier een kolom met hoogleraar Kasper Albers. Hoogleraar statistiek aan de rug. En die zegt dat Maurice ongelijk heeft over een voetbalwedstrijd. En die zegt dan, hoe kan het toch zo zijn dat die Maurice gewoon, dat hij nog echt gewoon weer, dat mag zeggen, hij heeft gewoon volkomen ongelijk. Nou, in zijn kolom geen enkel statement over een argument te vinden waarom hij dan niet gelijk heeft. In jou, hij verwijst dan naar een artikel waarin jij keurig uitlegt hoeveel doden na 25.000, een wedstrijd met 25.000 toeschouwers, buiten dat daar geen enkele doden of geen enkele besmetting uit voortgekomen is. Maar dan zegt zo'n columnist, die zegt dat dan in de Volkskrant, en niet één keer, maar wel 40, 50 columnisten zeggen dan vaak Maurice de Hond. En dan mag hij nooit daar iets op terugzeggen. Er is geen enkel interview met Maurice over die, in die hele periode te vinden. Waarom hoe kan dat dan? Nou ja, kijk, Maarten Keulemans wil heel graag met Maurice praten, al heel lang. Alleen dan zegt Maurice, ja, maar die heeft me zo beledigd, dus daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ik vind het wel heel moeilijk om mijn wetenschapsredacteur heen te gaan en te zeggen, nee, dan gaat iemand anders met... Want dan is het weer een motie van wantrouwen naar Maarten Keulemans, begrijp. Dus wij willen heel graag in gesprek met Maarten. Ik wil er desnoods zelf bij zitten om een soort onafhankelijke scheidsrechter te zijn. Maar dat zouden we graag willen. Alleen het is gewoon lastig om dan te zeggen, nee, normaal schrijft Maarten Keulemans hierover. Maar omdat een soort ruzie is tussen die twee, ga ik nu iemand anders vragen. Want dan heb je ook nog geen oplossing. Want dan kan Maarten Keulemans weer achteraf zeggen, ja, maar je had dit nog moeten vragen. En wat hij hier zegt, dat is echt in strijd met de wetenschap. Dus ik wil heel graag dat Maarten en Maurice een keer in gesprek zouden gaan. Dat vind ik ook een goed idee. Wacht even, hij is weg nu. Nee. Oké. Okay. Nee, hij is er, kom maar. Weet je, Pieter, dat vind ik een goed idee. Maar maak er dan een openbare discussie van. Maak er dan een discussie van die ook iedereen kan volgen. En schrijf dan het als een soort debat ook in je krant neer. Wat zijn argumenten en mijne? Wat mijn punt is waarom ik niet achter de schermen met Maarten wil praten, is omdat ik vind dat hij ver onder de gordel bezig is geweest op Twitter. Dat hij daarover mijn optreden schrijft. Maurice de Hond laat ook af en toe natte scheten. En dat is met zodanig dédain dat ik gewoon dat niet één op één probeer om eruit te komen. Mijn voorstel is, het mag een debat zijn voor mijn part 3 uur lang. Lijkt me heel interessant. Maak dat openbaar en schrijf er dan een artikel over door iemand anders, over wat mijn standpunten zijn en zijn standpunt. Morgen zit ik bij je op de redactie om dat te doen. Oké, okay. Tegenvoorstel, Pieter. Oh. Hij komt zo terug. Oké, okay, nou dat vind ik een mooie voorstel om te doen. Dan eventjes over de andere kranten. Hoe is het eigenlijk in de afgelopen maand? Heb ik jou wel heel vaak gezien bij AD, bij Telegraaf, bij NRC. Nou, heel vaak. Ik heb je in ieder geval een groot interview met het AD gezien. Had hij nog? Ik vraag nog even, hij is terug. Hè? Hij is terug. Okay. Heb je mijn voorstel gehoord, Pieter? Nee, dan moet je me even nog even terug horen. Even een tegenvoorstel. Mijn voorstel is, ik wil dolgraag met Maarten praten, maar dan wordt het een openbaar gesprek die iedereen kan volgen. En dan maak je er gewoon maar een artikel van waar Maarten zijn standpunt en mijn standpunt in zijn. Maar ik heb geen zin achteraf bij jou in de kamer in een soort scheidingsachtige omstandigheden kijken of we daar dan uitkomen. Ik zeg openbaar, om de tafel, mag net zo lang duren.
een neutrale gespreksleider, wie dan ook. Ja. En maak er maar een artikel van wat we allebei zeggen. Morgen zit ik er en dat kan je publiceren. Oké, okay. Is dit wat? Ja, want jij bent daar gehecht dat het gewoon openbaar is. Want als Maarten het interview doet, dan kan hij later weer selecteren. Ja, dan kan het gewoon met een voice recorder of gewoon een smartphone. Ik ga het voorstellen. Oké, okay, hartstikke mooi. Even, we waren even van de Volkskrant, die krijgt het nu, omdat inderdaad Maarten en jij, dat ging op Twitter. Hè, dat ging over natte scheten en toestanden. En dat, ik kan me voorstellen dat je daar enigszins upset was. Hoewel jij wel goed bent met een dikke huid. Hè. Je bent echt wel, je bent er wel heel goed in. Hoe ging je met de andere kranten so far? En ook, zeg maar, de commerciële omroepen. En hoe gaat het op dit ogenblik? Nou, in het begin ging het ook een beetje zoals de Volkskrant, hoor. De Volkskrant was daar niet uniek in. En wat de prijs is aan Pieter was dat hij ook op een gegeven moment ook dat gesprek met mij is aangegaan. En dat, ja, stel ik ook prijs. En ik nogmaals, ik vind de Volkskrant, lees ik graag, met graagte. En de meeste artikelen vind ik goed. Zelfs van Maarten Keulemans, die schrijft ook regelmatig goede artikelen. Maar vaak niet over corona, maar dat is een ander onderwerp. Maar goed. Ja, hij is op zich een hele goede wetenschapsjournalist. Nee, en het ging alleen maar over de toon. Want hij is ook inderdaad echt bezig over... Ja, maar goed, kijk, ik vind een wetenschapsjournalist... Dat probeer ik ook in de buitenwereld... En ik schiet er ook wel eens uit. Maar je moet iemand anders niet met dit dempen handelen. Dan zeg je gewoon, opvat ik Maurice niet. Maar als je praat over Maurice de Hond, laat ook eens af en toe natte scheten. Dan kan je wel zeggen... dat is oké. Okay. Ja. Als je naar andere kranten kijkt, is het gedrag eigenlijk in het begin ongeveer hetzelfde geweest. NRC kom ik ook niet tussen. Is één keer mijn woorden zijn er een keer daar opgeschreven. Maar ook niet op de goede manier. En er is één keer een goede column geweest van Rosanne Herzberger. Die zei, je hebt mensen juist om Maurice de Hond nodig. Andere kant ook, wat de grote omslag eigenlijk bij die media kwam door het AD. Die eind juni een groot interview met mij heeft geplaatst. Echt gewoon 3 uur met me gesproken heeft. En daar een goede weergave van gegeven. En sindsdien is de relatie met de AD goed. Ik heb trouwens met de Volkskrant ook goede contacten met andere journalisten. Die ook nog over het RIVM destijds en over dat Maas dat de zorginstellingen heeft gepubliceerd. Ja. En de Telegraaf heb ik inmiddels een goed gesprek mee gehad. Maar ik moet wel zeggen dat ik jammer vind dat het niet op een veel vroeger moment, gewoon niet voor mij, maar dan hadden we... Die zorginstelling had veel minder kunnen gebeuren. En waar ik me erg zorgen om maak, eigenlijk dreigt alles wat er bij die zorginstelling is gebeurd eigenlijk weer wederom te gebeuren, omdat er nog steeds niet hoog op de agenda staat wat de echte dreiging is in zorginstellingen. Ja. Pieter, als je kijkt van, hoe op dit ogenblik de sfeer is rondom dwarskijkers, zeg maar. Je hebt zelf meegedaan aan Willem Engel, hè, met virus waarheid op dit ogenblik. Maar hoe kijken mensen naar... Hoe kijken ze op de krant naar die dwarsdenkers? En Willem Engel is wel het beste voorbeeld wat je kan, nemen. Want die kan heel rationeel praten over PCR-testen en waarom dat dan chemisch geen goede test is. Maar als hij dan over de rechtszaak gaat praten, de rechtbank en de demonstraties en vooral wat hij allemaal vindt dat in de media niet gecoverd wordt, dan kan hij behoorlijk alle kanten uitgaan. Maar hoe kijk je tegen dat soort dwarskijkers? Nou, we proberen zoveel mogelijk te kijken naar de zaak. Of het nou om ventilatie gaat, om die PCR-testen. Als wij denken, we moeten even goed uitleggen hoe zo'n test werkt. En welke kritiek je erover kunt hebben. En hetzelfde geldt voor ventilatie. Dus we proberen zo min mogelijk te kijken naar personen. Om er een soort persoonlijke strijd van te maken. Mm-hmm. Met een soort winnaar aan het eind. Dus ja, dat is één. En twee, vind ik dwarsdenkers à la Engel wel weer van een hele andere orde dan dwarsdenkers à la Maurice. Hè? Als hij gelijk heeft, is hij een soort Galileo Galilei. Die zeg maar, uiteindelijk blijkt het heel anders in elkaar te zitten dan we allemaal denken. Dat kan waar zijn, dat weten we niet. Dus daar kijken we heel anders naar. Ik vind Willem Engel wat meer een klassieke actievoerder. Oké. Okay. Willem Engel is meer een klassieke actievoerder. Nou, laten we eens even kijken van hoe andere media zijn ontstaan eigenlijk, hè, om die boodschap voor jou te krijgen. Je hebt het op een gegeven moment met Harry Mens, heb je het voor het eerst heb je het naar voren gebracht. Toen hebben wij ook een keer weer contact gehad en sindsdien doen we wekelijk een Q&A-show. Maar het is heel wel grappig, ik zet dat ding aan en hup, binnen 5 minuten zitten 1000 mensen te kijken die ook ongelooflijk veel vragen stellen. En daarna worden 10 of 20 of 30.000 keer bekeken.
Café Weltschmerz, kun je daar eens vertellen van hoe je daarmee... Daar zitten ook echt honderdduizenden mensen. Hoe is dat platform tot stand gekomen en hoe is jouw involvement daarmee? Nou, ik had Café Weltschmerz, wat me 1,5 jaar geleden een keer benaderd over... Ik weet niet precies de datum, maar over politieke dingen. Ik heb ook nog wat over de Deventer-moordzaak verteld. En ja, toen dit gebeurde, kwam ik ook daar... Begin april heb ik daar een interview gegeven. En uiteindelijk is die 550.000 keer bekeken. En dan trouwens op maurice.nl, mijn eigen medium. Als je ziet, als ik een artikel plaats, dat is binnen een dag 100.000 keer bekeken. En als ik de tweets zie, wat er gebeurt, en de mails die ik krijg, en de steun die ik krijg op straat. Het is echt niet te geloven ja. wat voor kanaal daar is. We gaan zelf ook beginnen met een eigen journaal vanaf aanstaande zaterdag. Omdat er zoveel behoefte is aan... aan die brede informatie die eigenlijk via die grote media toch... die zijn daar beperkter in, maar niet in voldoende mate naar het gevoel van toch nogal wat mensen gegeven wordt. Ja, dus dat die alternatieve platformen. Jij, Maurice.nl, is nu echt ook meer gewoon een soort corona-datacentrum. Ja, kenniscentrum. Een kenniscentrum geworden waar je allerlei onderzoeken kunt zien. Maar ook jij bent onderzoek. En ook allemaal gastkolommen en dat soort dingen. En Café Weltschmerz zijn ook heel veel verschillende mensen die all over the place zijn. Hoe kijk jij naar dat soort... Ik ben bij Café Weltschmerz, had ik een kanaal wat ik op andere plekken niet had. Nee, ik kon een uur mijn verhaal vertellen en daar keken... Ja, maximaal 550.000 mensen. Het is ook een keer door YouTube min of meer verwijderd. Ja, als ik op andere plekken dat kanaal heb, dan zeg ik het daar. Het gaat mij er niet om of ik elke andere uiting op datzelfde kanaal, wat ik daarvan vind. Sommige vind ik interessant en sommige niet. Ja, het zitten altijd hele interessante plekken en soms zijn ze all over the place. Platform. Ja, het is een platform waar heel veel verschillende mensen zitten die heel radicaal kunnen zijn of heel erg genuanceerd. Heel activistisch of heel wetenschappelijk. Ja, maar dat is het mooie van het is gewoon interessant dat het... En dan zie je ook dat de ene wordt 12.000 keer bekeken... en de andere wordt 500.000 keer bekeken. Dat is het mooie van internet. En dat kan een krant natuurlijk ook niet. Dus, is Pieter er nog? Kan ik nog even vragen of hij wel eens in Café Weltschmerz is geweest? We zien je, Pieter, maar ik hoor je niet. Oh. Ja, nu waar. Oké, je bent er weer. Ja. Nee, ik ben nog nooit in Café Weltschmerz geweest. Ik heb er wel veel over gelezen. Maar nog nooit, want er staat een hartstikke groot artikel in de Volkskrant over Café Weltschmerz. Ook neon, en dan heb je zo'n prachtig, heel genuanceerd artikel, maar er staat erboven... Neonazi's zijn ook welkom. Je hebt er nog nooit naar gekeken? Nee. Dat zou ik misschien eens moeten doen, maar ik moet al best veel lezen en bijhouden. Dus, maar jij staat best wel open voor die nieuwe dingen. Ik hou altijd van revolutionairen. Ik hou van revolutionairen en van mensen die tegen de consensus ingaan. Dus... Gemiddeld heb ik daar wel eens een zwak voor. Ja. We moeten het samen moeten afsluiten. Pieter, wat zijn voor jou de conclusies van de afgelopen 6 maanden? Eerst dat je zei van joh, tijdens crisis, we shouldn't rock the boat. Maar daarna moet je wel kritisch zijn. Wat is nou jouw gevoel? Hoe jouw media dat gedaan heeft? We shouldn't rock the boat is ook nog wel goed om te benadrukken. Was mijn opvatting als burger. Hè? Het is nooit de journalistieke opvatting. Want wij moeten juist altijd kritisch zijn en kijken wat er niet klopt. Alleen als burger vind ik, joh, als de nood hoog is en de paniek groot. Laten we dan niet nog verder tweedracht zaaien. Dat vond ik toen. Dat vind ik nog steeds. Wat is de belangrijkste les? Waar ik van schrik eigenlijk elke dag weer, hoe weinig we nog steeds van het virus weten en hoe moeilijk het is om iets te bewijzen. Kijk, nu is Trump besmet, je kan nooit precies bewijzen hoe dat is gegaan, met welk deeltje hij uiteindelijk geïnfecteerd is geraakt. En dus is er heel veel ruimte voor theorievorming en die theorieën versterken zichzelf. Dus je hebt gezegd, je kan alleen maar besmet worden op 1,5 meter. Dan ga je ook naar situaties zoeken waar die op minder dan 1,5 meter was. Dus zolang we niet heel precies hebben kunnen reconstrueren hoe dat virus zich verspreidt... Maar ben je toch best wel tevreden eigenlijk vanwege die onzekerheid? Ben je toch best wel tevreden hoe jij dat als krant hebt gedaan? Nou ja, per definitie, nee. Dat moeten anderen zeggen. Kijk, ik ben zelf geen wetenschapsjournalist. Maar ik vind gemiddeld genomen, denk ik of hoop ik... dat we wel voldoende openstaan voor nieuwe inzichten. Maar goed, het is gewoon echt lastig. Want
We zitten in zo'n grote crisis en je wil veel sneller dingen weten. En dan kan het zijn dat Marie dingen sneller wist dan de rest van de wetenschappelijke wereld. Dat kan, omdat hij misschien dingen sneller ziet of anders ernaar kijkt. Maar die traagheid van de wetenschap en dat langzaam zoeken naar consensus heeft ook een functie. Dat je pas iets concludeert als je het 100% zeker weet. Okay. En ja, daar willen we nog wel aan vasthouden. Dankjewel Pieter, hoofdredacteur van de Volkskrant. En we zien uit naar de komende maanden. En we zien ook uit naar jouw reactie op het voorstel van Maurice. Oké, Maurice. Ja. Nou, we zitten afgesloten. We hebben het nu zeg maar gedaan. Wat is jouw conclusie? Nee, er zit in zijn slotconclusie zit eigenlijk het cruciale punt. We weten nog zo weinig. En dat is namelijk het punt. We weten heel veel. We weten 80% van over het virus weten we inmiddels. Ja. Alleen, in Nederland gaat het zo traag. In Nederland willen we een soort consensus hebben. En we doen net in Nederland of er een Nederlandse variant van het virus is. We weten heel veel. Als we maar goed kijken om ons heen, in de landen om ons heen. En die toepassen. En omdat we, en dat is steeds vanaf het begin eigenlijk mijn ergernis geweest. Omdat we die kennis niet toepassen, zijn we voor een deel verkeerde beslissingen aan het nemen. En het punt is dat als een hoofdredacteur, nogmaals aardige man, als een hoofdredacteur nog steeds denkt dat we zo weinig weten, ja, dan praat hij eigenlijk te veel in de lijn van het RIVM, die eigenlijk inderdaad naar buiten doet alsof ze nog weinig weten, maar we weten veel meer. Okay. Nou, dankjewel Maurice de Hond dat we samen hier naar het Mediapark hebben gegaan. Je bent hier morgen weer. Ga je ook weer een van de talkshows, ga je een soort TED-talk houden, hartstikke mooi. Nou, ik denk dat we een aardige conclusie hebben. We hebben een Nederlandse consensus rondom het RIVM. Daar zit een wetenschappelijke consensus. En het is moeilijk om dat bastiljon, zeg maar, te doorbreken. Nou, dat vind ik in ieder geval een heldere conclusie. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Sorry dat er nog een aantal vragen lagen waar we niet aan toe zijn gekomen. Maar ik vond het heel verhelderend. En we zien jullie ook weer de volgende keer. Want er zijn nog 43 andere talkshows die komen. Allemaal interessant. Tot de volgende keer.